ik denk, ik heb de laatste tijd heb ik wat lopen filosoferen over een goede webdesign tool, hoe die in elkaar zou moeten zitten. Oh ja. En dan heb ik gekeken naar de, naar hoe het web in elkaar zit. Uh-huh. Dus als je kijkt naar front-end development, hoe zit dat technisch nou? Hoe werkt dat eigenlijk, dat je een website te zien krijgt? Dus ja. Hoe werkt dat in een browser? Ja. En er zitten een aantal lagen zitten daar. Je hebt de contentlaag, uh-huh. Dat is gewoon, die is er altijd. Dat is de tekst bijvoorbeeld. Als je ja. simpel naar een artikel kijkt, die tekst staat er. Die krijgt iedereen te zien, ongeacht het apparaat wat je hebt. Als je een hele oude browser hebt, dan zie je de tekst. Uh-huh. En als je een wat modernere browser hebt, dan kan je meer zien. Bijvoorbeeld, dan kan je de typografie vormgeven. Ja. De typografie wordt ook wel in klassiek grafisch ontwerp, wordt dat ook wel gezien als de basis van de vormgeving. Dus de letterkeuze, de fontgrootte die je daarvoor kiest, die bepalen eigenlijk voor een groot deel de layout. Dus als je de eerste laag is dus eigenlijk de content. Als je die hebt, dan ga je die content vormgeven. Dus dan ga je de typografie laag toevoegen. Ja. Uit die typografie laag volgt bijna vanzelf de layout laag. Die baseer je namelijk op de fontgrootte. Dus de kolombreedte van je website, die is gebaseerd op de ideale regellengte. Ja. En je wil niet dat een regellengte 200 letters is, want dan is niet zit meer je daar lezen. En dan weet je ja. niet meer welke volgende regel je moet zijn. Ja. Daar zijn gewoon regels voor, dus die zijn toe te passen in code. En daarna heb je eigenlijk pas de paintlaag, dus dat is de verflaag waarbij je dingen mooi gaat maken. Ja, ja. En ik denk dat er een tool te maken is die volgens dat principe werkt. En als je kijkt naar Photoshop of de andere design tools die we momenteel gebruiken voor webdesign, die werken precies andersom. Net zeggen, want dit is toch een hele logische manier van werken. Ja, of? Maar die zijn eigenlijk meer gericht om, ga zo snel mogelijk verven. Mm-hmm. En als je ook kijkt naar de websites die we bouwen, vaak nog altijd volgen die een standaard patroon van een header en een footer en links navigatie en rechts nog wat blokjes. De klassieker, zeg maar. En daarin proppen we de content. Ja. Dat is wat we nog altijd doen. En ik denk dat als je dus begint met de content vorm te geven en daar uit vanzelf eigenlijk de omringende componenten laat ontstaan, dat je een veel logischer en sowieso veel flexibelere site krijgt, ontwerp krijgt. Want dan heb je vormgeving en heb je content, maar waar vindt interactie dan, waar heeft die dan een plek? Zit dat er dan ook nog in verweven? Want je merkt dat dat hoefijzer waar je het over hebt, dat zijn menus en functionaliteiten, zoekboxes en dat soort grappen. Ja, dat is. Ik denk dat je. Kijk, interactie, dat zit natuurlijk al gauw in wat abstracter interactieontwerp of een functioneel ontwerp. Mm-hmm. Zo'n webdesign tool zou zeker ook nog interactielagen moeten aanbieden. Dat je een component kunt vormgeven, dat je kunt zeggen van hier. En dat het eigenlijk de tool je al helpt of dwingt van, hé, je bent de focuslaag vergeten, of je bent de mouse-overlaag vergeten, of je bent vergeten om, hoe ziet het eruit als iemand met een dikke vinger hierop klikt. Ja. Dat soort hulp zou zo'n tool kunnen bieden. Ja. Het lijkt een beetje, ik had het er met Bas Poppink over, een collega bij ons. En die zei, het lijkt eigenlijk een beetje op een klassieke DTP. Het is meer een DTP-tool dan de design tools hoe we dat nu behandelen. Maar DTP is echt eigenlijk voor print en dat soort voor print, dingen, toch? Maar je zou dus eigenlijk een desktop publishing app willen hebben voor het web. Mm-hmm. En ik had hier een stukje over geschreven en er kwam ineens allemaal interesse vanuit Adobe. Dat vond ik wel grappig. Oh, dat is leuk. Ja, die hebben de site, mijn site veel lopen bezoeken. Ja, want het is ook gepresenteerd, hè? Onze andere collega, Henk Heijma. Dat is een art director uit mijn hoofd. Ja, onze principal art director. Principal art director, dus dat is nog veel beter. En die heeft jouw artikel ook als aanknooppunt gebruikt voor een presentatie die hij bij de Dutch Design Week Digital. Ik vond het grappig. Ik heb zijn video gezien. Ja. Waarin hij inderdaad zegt van, ja,
Dit heeft een collega van mij verzonnen. Dit had ik natuurlijk moeten verzinnen. Ja, hij klonk niet jaloers. Nee. Maar hij zei wel van... Ja, dit is eigenlijk ook een hele goede manier om digitale content te benaderen. Ja. En daar merk je dus inderdaad ook dat content first... Ja. Eerst was ik eigenlijk een beetje zo van, ja, content first is eigenlijk meer een hygiënefactor. Maar ik merk dat juist in de designwereld, dat het echt ook wel een andere manier van nadenken is over hoe je je design tot stand brengt. Ja. En dat probeerde hij ook... Het dwingt je echt, je benadert je design heel anders. Het is echt interessant. Ik vind het ook... Wat ik mooi vind hieraan is dat we nu, ook van die presentatie van Henk, is dat je... Er is een enorme samenwerking tussen de klassieke designregels die er eigenlijk al jaren zijn, of al decennia zijn die en de techneuten, nerds zoals ik, die proberen om die klassieke regels te vertalen naar code. Ja, ja. Die dat proberen te vertalen naar een ander medium, wat toen nog lang niet bestond, naar het web. Dat we kijken van hoe gedragen die regels zich in een fluid omgeving. Hè? Want het web is gewoon, je weet niet hoe groot een website is. Je weet niet hoe mensen ernaar kijken. Nee. Dus hoe gedragen die dingen zich? Dat is, en die samenwerking tussen klassiek design en andere disciplines, dat vind ik heel mooi. Daar wil ik ook, sowieso wil ik me daar meer aandacht aan besteden. Ik wil